Goedemiddag traders. dit is de marktanalyse van woensdag 6 december um, half 2, kwart voor twee bijna. En we gaan weer um, in de maand december kijken naar de markten, beginnen met de DAO en daar zien we nu eindelijk, tussen aanstekers, het begin van een soort correctie. Um, het scenario wordt wat dat betreft gevolgd, want ik zei vorige week, nou grote kans we gaan nog 1 tot twee weken. Um, de opwaartse trend voortzetten. De uitbraak eh, die we hebben gehad is boelus. Dus dan is het logisch dat er nog een soort vervolg komt. Nou, dat zien we nu ook eh, in de daggrafiek. Hier zien we de uitbraak. Eh, boven zeg maar, de vorige high. Hier zien we het begin van de, van de huidige dagcyclusbodem. We zien hier de, de uitbraak met een bull elephant. Eh, boven deze high. En normaal gesproken, wat is normaal? Um, in 75-80% van de gevallen zie je dat daarna nog een vervolg komt. Nou, die zagen ook twee duidelijk opwaartse bars, zien we hier, um, gevolgd door um, hier gisteren hier een zogenaamde topping tail. Dus deze bar was in beginsel uh, helemaal groen en verliest dan eigenlijk wel helemaal zijn kleur. Dus hierboven zijn zeg maar boven 24.500, daar kwamen dan toch wel op grotere zaal de verkopers in de markt. Um, en nu zien we dat, dat deze candle hier zeg maar, um, voorlopig de top markeert van de huidige dagcyclus. En ik denk dat dat ook de top zal zijn van de dagcyclus. En misschien zelfs van de huidige weekcyclus. Um, dit is een beetje het scenario nu wat ik voor ogen heb. We zitten nu zeg maar in de eindfase hier van, de, van de dagcyclus. Um, dus normaal gesproken zou hier nog een staatje achteraan moeten komen. Um, en is de, de richting voor de komende dagen per saldo uh, die kant op? Of we nou inderdaad, inderdaad naar 23.600 gaan, dat weet ik natuurlijk niet. Maar in ieder geval naar beneden. Mogelijk dat er 1-2 dagen weer opwaarts zijn. Um, hele kleine kans denk ik dat we nu die top nog een keer gaan, uh, gaan testen. Um, maar ik denk per saldo dat wij uh, deze dagcyclus gaan afmaken. Dat betekent dat er dan een nieuwe dagcyclus komt. En als we dan nu naar de weekcyclus kijken, dan lijkt het hier ook op dat de weekcyclus top mogelijk ook gezet is. Want kijk even hier naar de, dat was de Kestix. die is nu heel duidelijk gedaald. Dat zagen we hier ook, uh, zeg maar eind juli, begin augustus. Um, hier zagen we ook een late top, nu zien we ook een late top. En ik denk dat uh, het pad. Dat de markt gaat volgen, een beetje zo is, um, dus, dus een beetje naar beneden om de huidige dagcyclus dus af te maken. Dan misschien een klein herstel en dan um, naar beneden om de correctie tot de weekcyclus-bodem af te maken. Dus naar beneden uh, om de huidige dagcyclus dus te completeren. Um, dan omhoog, want dan zitten we weer aan het begin van een nieuw dagcyclus. Maar dat zal dan de laatste zijn van de week. En die zal dan in potentie het meest bearish uitvallen. Um, dus daar valt dan mogelijk iets aan de shortkant te doen. Uh, om dan richting zeg maar ja, de langem MA A-banden hier of 22.000. Dat moeten we zien hoever om dan daar af te gaan, gaan dalen. Um, het heeft geen zin om te speculeren over koersdoelen. We weten dat referentiepunten zijn zeg maar... 23.500, 23.250 en hieronder um, 22.000 dus dat zijn een beetje de, de standaard niveaus en waar de markt er naartoe gaat dat moeten we dan tct wel zien. Um, interessant voor nu is dat we in ieder geval in een soort correctiemodus zitten en dat ik als hoofdscenario heb dat die ook nog wel eventjes zal aanhouden. Oké okay. uh, dan gaan we naar de DAX. Um, ook daar zien we dat het pad eigenlijk redelijk wordt bewandeld, um, zoals het hoofdscenario het voor ogen had. Um, we zien hier, in tegenstelling tot de DAO, um, dat de DAX veel minder boelisch is. Uh, dus de huidige dagcyclus, die in de DAO heel boelisch uh, is um, en tot een late top Die is hier hooguit neutraal. Uh, we zien eigenlijk een trading range tussen zeg en maar 13,200. En aan de onderkant, um, nou zeg maar 12, 8, 8 40. Um, we noteren nu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, de 15e dag. Dat betekent dat we nu in de in potentie weer pervers fase terechtkomen van die weekcyclus, uh, pardon, van de dagcyclus. Um, en mijn focus scenario, gezien ook het verloop wat we hier hebben, dat natuurlijk. Uh, het neutraal is. Mijn focus scenario is toch dat wij ja, nog een keer richting die 12,500, 12,400, misschien uh, 12,300 dat we daar uh, gaan, uh, gaan afdalen om daar dan die dagziek bodem uh, af te gaan maken. Dus ik zit, uh, ik zit persoonlijk nu ook short in de DAX, uh, volgens nog heel klein want we zitten nog in die trading range. Um, maar um, voor day traders. Je moet je gewoon kijken wanneer je in de dag verkoopssignalen krijgt om dan de positie een beetje uit te gaan breiden. Maar dat is in ieder geval mijn, mijn koersdoel hier, zeg maar, ergens rond die MA200, die 12.400. Uh, het alternatieve scenario is dat we dus ja, niet uitbreken naar beneden of slechts heel even. En dat we dan snel het pad omhoog weer gaan voortzetten. Um, dat leidt mij op, op dit moment, gezien ook de weekcyclus die we hier hebben... Het minder waarschijnlijke scenario. Want ook in de weekcyclus zitten we nu ja, zeg maar in de laatste fase. Dat zie je hier: die Double Stochastic is al heel duidelijk gedaald. We noteren nu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, nou zeg maar 15, 16 weken. Dus daar zou in principe ook nog één hele week achteraan kunnen komen. Dus één, één dagcyclus, eigenlijk net als bij de DAO. Um, dus ja, december lijkt, wat dat betreft. Um, misschien in tegenstelling tot uh, de historie um, ja, in, in potentie een wat minder gunstige maand te gaan, uh, te gaan worden. Dus uh, we gaan het zien, maar op dit moment um, ja, is duidelijk dat a de, de DAX een stuk slechter presteert dan de DAO. En b gezien deze price action hier, dus, dus heel duidelijk twijfel en een, een snelle top in de dagcyclus, lijkt het het meest ja, bewandelde pad of het hoofdscenario. Um, voor de DAX in de komende twee, drie weken, of in de komende weken in ieder geval, neerwaarts te zijn, gevolgd door een nieuwe dagcyclus, die dan per saldo uh, meest waarschijnlijk ook nog bearish zal uitvallen. Nou, dan, dan tenslotte de boend. Um, ja, boend moet ik eerlijk bekennen, is, is een heel raar verhaal. Um, want het volgende, kijk even naar de grafieken. Um, de volgende dagcyclus werd gezet op 14 november. Nou, of beter zegt 13 november. Nou, dan zitten we 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Dus we zitten op de 13e bar. Wordt dan hier deze candle gezet. Deze bullish candle. Um, gevolgd door een hele solide groene bar. Nou, dus de vraag is natuurlijk: is dit dan een dagcyclusbodem? Um, Waarom twijfel ik? Want de indicatoren staan op zich wel goed, uh, maar omdat het bar 13 is en dat is nogal kort. Um, het alternatief is dat je zegt, nou we tellen vanaf hier en dan komen er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 bars bij. zit je op bar 30, nou dat is een hele lange cyclus. Dus kortom, ergens is er iets in die telling wat niet helemaal klopt. Um, vandaar dat ik er ja, ook altijd van uitging dat dit de mid-cyclus is. Um, en dat kan op zich nog steeds en dat de cyclus bodem nog moet, moet volgen. Maar goed, hoe dan ook, als dit de mid low is hier, dus zeg maar het midden van de cyclus, dan zien we dat de tweede helft boelisch is en dat maakt de hele cyclus boelisch. Um, en als dit een nieuwe cyclus is, dan is die ook bullish. want we zien in de beginfase dan meteen een uitbraak naar boven toe. Nou, en dat zou dus allebei suggereren, of het eerste scenario zou dus suggereren um, dat we niet in de eindfase zitten van de weekcyclus, of dat die weekcyclus nog helemaal niet bearish is. En het scenario of het, het beeld van een nieuwe dagcyclus hier, suggereert in, in principe hetzelfde. Dus als we naar die week kijken, en we weten zeker dat dit dus het begin is van de weekcyclusbodem, en we gaan tellen 2, 4... 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 bars. Ja, dan is ook hier de vraag: is hier iets gemist? Um, ligt misschien hier een weekcyclusbodem? Maar ja, ook hier is weer de vraag: en dit is wel heel erg snel, en wel op 2, 4, 6, 8, 10 op 12 bars is eigenlijk veel te kort. Normaal gesproken zie je dat een korte weekcyclus of een korte cyclus op zich misschien 14, 15, 16 barstelt, maar geen 12. Um, is dit inmiddels eigenlijk low? Dat zou kunnen. Dan is deze cyclus uitermate bullish, Maar dan zou je nu inderdaad in de komende dagen een top moeten gaan zien um, in, de, in de dag. En um, dan zouden we dus nu moeten gaan afdalen. Uiteindelijk in de komende weken na dan die weekcyclus bodem. Dus er zijn eigenlijk twee scenario's. A, het eerste scenario is sprake van een korte weekcyclus. Um, wat ik nog niet echt eerder heb meegemaakt. Um, die uiteindelijk weer boelisch uh, doorzet. En we oefenen nu druk uit aan de bovenkant. Of deze cyclus, deze uh, hele weekcyclus is nog volledig intact vanaf het begin. Maar is op zich ook boelus. En dat betekent dat we in de komende weken dan eerder een correctie zouden krijgen. Maar gezien het boelus karakter van die hele cyclus. Zou die ja, correctie dan zeg maar, relatief mild moeten uitvallen. En waarom is dit van belang? Wel nu, ik heb dat ook een keer in de blog geschreven. Als je naar de maand gaat kijken. En je gaat eventjes kijken zeg maar, vanaf de lange termijn. Kijk wat zie je dan? Dan zie je eigenlijk dat. Ja, wat we nu meemaken, dat leidt een beetje op, op deze zone. Um, zeg maar een, een brede trading range. Um, waarna de koers weer fors uitbraakt en naar boven kan. Nou, in principe zou dit natuurlijk nu... ...wederom kunnen gebeuren als je hier uitbreekt, hierboven. Uh, ja, dan kun je zomaar richting de 170, 175. Um, dus dat is een optie vandaar dat ik inderdaad erg geïnteresseerd ben of... Wij tegen die weerstand aan, hè, dus die bovenkant van die training range hier, of wij, eh, of wij hier met, met kracht er tegenaan zitten en hoe die cycli zich dan ontwikkelen. Hè, als je hier ziet dat correcties mild zijn, uh, dus, dus mild in tijd, dus kort en zwak, hè, dus, dus geen grote daling, en dat je hierboven, zeg maar vlak onder die weerstand, weer een nieuwe cyclusbodem gaat krijgen, ja, dan is de kans inderdaad groot dat je gaat uitbreken. Um, dus dat is interessant om te weten, maar helaas is het cyclusbeeld wat dat betreft niet echt ondersteunend, omdat wij ja, wat tellingen krijgen die, niet, althans voor mij, niet helemaal duidelijk zijn. Um, dus het scenario is nu eigenlijk als volgt. Ik ga vooralsnog uit dat um, dit hier um, dezelfde weekcyclus is, en dat we nu tegen het einde van die cyclus aan zitten, en dat we nu ergens hier inderdaad een top uh, zullen gaan zetten, gevolgd door een correctie. En dan kijken waar die correctie komt als die 161 of 160,5. Nou dan ligt dat nog relatief bovenin. En dan kunnen we vandaar inderdaad starten aan een nieuwe opwaartse golf. Breken we nu in één beweging door die uh, weerstand heen. Ja, dan moet ik even opnieuw kijken wat dan het beeld is, dat is dus het alternatieve scenario. Um, en dat is op dit moment gezien de onzekerheid over de telling. Uh, in ieder geval niet mijn, mijn, uh, mijn focus scenario.